Marike Elsinga ligt de laatste tijd behoorlijk onder voor, omdat de presentatrice van die povere tv-formats heeft. Eerst liet ze Irene Moors een uur lang verdwaasd op een shoelbak staan en nu mietert ze in The Jump allerlei onschuldige mensen van een hoge brug af. Dit gaat echt de verkeerde kant op, menen critici. Overdreven, vindt Carlo Boshart het. Je kunt het haar niet aanrekenen als een show flopt, schrijft hij in zijn column in televisier. Je bent als presentator in het televisievak zo goed als je format en de concurrent je toelaat. Maak het vooral niet te persoonlijk, vaak is een hitshow zonder jou ook een hit. En aan een flop kun jij ook niet miljoenen kijkers geven. Iets toevoegen kan wel, schrijft Carlo. En Marike Elzinga kan dat. Haar flair op de radio en als panelid in I Can See Your Voice is heerlijk. Dat er mensen zijn die haar niet mogen, is juist een compliment. Marike is uitgesproken. Wat ontzettend lief dat Carlo het voor haar opneemt, maar had hij nou niet even haar naam kunnen googelen? Het is natuurlijk Elsinga en niet Elsinga. Wat vindt Carlo er eigenlijk van dat Marike Irene zo liet rammen op een shulbak? Over alles is muziek is ook alles al geschreven, dus dat laat ik gaan. Jammer. En haar nieuwe show The Jump dan? De nieuwe sprong, of beter gezegd, jump in haar carrière, is goed van start gegaan. En natuurlijk wordt die show ook gelijk door vele TV-experts onder een vergrootglas gelegd. Angela de Jong is buitengewoon kritisch over deze show. Ja, ik heb medelijden met die 700.000 mensen die dat hebben uitgezeten vrijwillig. Ik heb gekeken omdat ik vond dat ik de tweede aflevering moest zien, maar ik heb het einde niet gehaald, sneert ze in de nieuwste AD-media podcast. Hij vervolgt, we hadden het vorige week al even over het niveau. Deze week was het niveau van de kandidaten geloof ik nog lager. Ze kwamen niet verder dan de zesde linie of zo. Ik vind het zo stomzinnig. Maar goed, er is een publiek voor. RTL-publiek kennelijk. Deelt Carlo dan geen enkele kritiek op de show? Toegegeven, de kandidaten hoeven wat mij betreft geen grapjes van de redactie te krijgen. Sorry, maar als ik daar had gestaan dan had ik die tekstschrijver hoogst persoonlijk van de brug gegooid. Onnodig dus. Vertrouw op het talent van Marike, met haar kan het leuk genoeg worden. Carlo hoopt nog meer van haar flair te zien in de aankomende afleveringen. Nog even volop knallen, want binnenkort volgt pittige concurrentie van even tot hier. Hopelijk is er tegen die tijd al een solide publiek opgebouwd. Johan Derksen denkt dat Marike haar carrière ernstig beschadigt door met zulke slechte formats te komen, maar Carlo vindt dat een beetje overdreven. Hij vervolgt: Ook ik had een flop in het begin van mijn carrière en moest de angst om te springen laten gaan. Let op mijn woorden: Marike wordt een grote in het vak.